Wat doe je? Ja, ik ga even filmen, dit moet vastgelegd worden. Nou, in ieder geval, we staan een half jaar alweer uit. Nou, dat is natuurlijk geen goede tanden, dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Ik vind het ook. En weet je wat er ook nog was? Nu heb ik dus al, die kiezen, die lagen er na een jaar daardoor al uit. Heb je dan ook even je vraag ontwikkeld? Ik kan niet. Oh ja, doordat onze aardige tandarts dus weer zo goed zijn werk. Ja. En je hebt toch heel het vliegtuig bij elkaar gezien? Oh, dat had je verteld. Daar was ik nog niet. Toen was ik dus terug naar Nederland. Denk, kan ik naar de tandarts? Kan eindelijk wat aan gedaan worden? Ik wist natuurlijk ook wel dat ik niet meer naar Hak kwam, zou ik zeggen. en dit mag je ook aan hem laten zien, hoor. Ja, dat gaat doen. Wij hebben nog anders niks, tandarts. Maar ja, in ieder geval. Je weet zelf wel dat een vliegtuig niet zo groot is en niet zo vol, hè. En ik mijn tanden, echt mijn kies, ik werd helemaal gek. En ik kom ook nog eens door die druk, weet je wel. Ik denk, wat is dit? Ja. Nou, heel het vliegtuig heeft geweten dat ik kiespijn had, hè. Echt waar, het was gewoon te erg. Ja. Ik moest janken, schreeuwen, alsof ik een kind eruit moest persen. Dat maar is echt niet normaal. Dat die vulling, die gaat dan eruit komen zo. Denk ik. Maar dat doet echt zin, want ik weet wat jij hebt meegemaakt, want je kent echt janken, dat klopt. Tanden, Aklan! Want ik moet de tanden zetten. Ja, ik ben de tandarts. Ik ben de tandarts. Oké, doei!